onze medewerkers moeten heel hard werken. Heel hard werken. Het is echt een vak waar je lang geconcentreerd in allerlei mogelijke standen aan het werk bent. In spannende situaties vaak, onder een hoop druk, is dat niet altijd makkelijk. Dus ik zie het ook als mijn taak om de processen dusdanig aangenaam voor onze medewerkers te maken, dat ze daar toch een stuk arbeidstevredenheid aan overhouden. Ja, er is een grote arbeidsmarktkrapte op het gebied van operatiekamerpersoneel. Zowel anesthesiemedewerkers als operatiekamerassistentes. Dus dat is een probleem, dat is een nijpend probleem. Toch willen we natuurlijk onze patiënten zo goed en zo snel mogelijk behandelen. Dus als je geen personeel hebt, ja, dan kun je weinig patiënten behandelen. Dus moet je kijken naar de processen. Wat kan ik anders inrichten? Wat kan ik beter doen, efficiënter doen? Om met de personeelsleden die ik heb, zoveel mogelijk operaties te doen. Waar ze dus ook redelijk veel werk tijd aan kwijt waren, dat was aan het bij elkaar verzamelen van alle artikelen die je nodig hebt bij de patiënt, bij de operatie. Dus met procedure trace hou je een heel stuk werk uit hun handen, want je laat eigenlijk de set samenstellen door anderen, door derden, wat vroeger door het operatiekamerpersoneel zelf gedaan werd. Wat ook een voordeel is de arbeidstevredenheid van de medewerkers. Ze ervaren het als zeer prettig om met procedure trace te werken. Ze zijn meer met hun vak bezig en minder met logistieke processen rondom hun vak. Dus dat vind ik ook een groot voordeel. Verder hebben we minder administratieve handelingen nodig met bestellen. Dus de inkoop van ons is heel tevreden. We hoeven minder artikelen te bestellen. Ze bestellen één tray en ze hoeven niet de individuele artikelen allemaal te bestellen. Hoe meer bewegingen in die operatiekamer, hoe groter het risico is dat die patiënt een infectie krijgt. En dat proberen we te voorkomen. Dus als je op een operatiekamer ligt en je hebt een procedure tray, dan hoeft de omloop, zo noemen ze dat, maar één set open te maken die dan gebruikt kan worden. En niet allemaal losse artikelen die ook allemaal met bewegingen opengemaakt moeten worden. En daar weer voor extra wervelingen zorgen binnen die operatiekamer. En dat is hetgene wat je niet wilt, omdat dat risico's met zich meebrengt voor de patiënt. Ja, voor collega's die op het punt staan of in de gedachte speelt dat ze ook willen gaan werken met de procedure trace, heb ik wel enkele praktische tips, denk ik. Zorg in ieder geval dat je het goed brengt, dat je een gebruikersgroep samenstelt die goed kan kijken naar wat hebben we nodig, wat moet erop komen te liggen, wat is praktisch. Dus dat eigenlijk zeg maar van de voor tot de achterdeur, dat alle geledingen erbij betrokken zijn, dat is heel nuttig, want dan heb je eigenlijk alle processen rondom die procedure trace in kaart. En daar hou je alleen je voordelen mee op het moment dat je gaat implementeren. En ik moet zeggen, ook dankzij en mede door de goede en intensieve begeleiding van 3M is ons dat heel goed gelukt. Op het moment dat wij dus gekozen hadden om aan de slag te gaan met procedure trace, hebben wij conform de afspraken binnen het ziekenhuis gesproken met 3 partijen. En op basis van kwaliteit en natuurlijk ook kostprijs hebben wij uiteindelijk gekozen voor 3M. En het had te maken vooral ook met de ervaring die wij uit het verleden hadden. Wij moeten op elkaar kunnen vertrouwen, we moeten op elkaar kunnen bouwen. Bouwen qua levertijden, qua kwaliteit van de producten die ze leveren. Maar we moeten ook op elkaar kunnen bouwen in de trant van: als ik je bel, moet je komen. Als ik problemen heb, moet je je gezicht laten zien. En dan kunnen we op elkaar vertrouwen en dan hebben we ook een goede partnership. En dat hebben wij met 3M. Voordat we met de procedure trace begonnen, hadden wij al een aantal artikelen en een goede samenwerking met 3M. En ik moet zeggen, die samenwerking die is er alleen maar beter op geworden. Onze medewerkers zijn tot op heden heel tevreden over de procedure trace. Ze vinden het echt een vooruitgang. Ze werken er graag mee. Het gaat allemaal wat vlotter, ze hoeven minder handelingen te verrichten. Dus het proces is een stuk eenvoudiger. De tijd die we nu besparen, doordat we procedure trace hebben, die kunnen we nu besteden aan extra operaties.